Onze volgende spreker, um, die denkt dat 2017 morgen begint. Dus of hij is heel groot fan van vuurwerk en hoopt dat het morgen oud en nieuw is. Of hij laat ons zien dat je goede voornemens van 2016, die waarschijnlijk niet gelukt zijn. Oké, okay, wie heeft er zijn goede voornemen echt het hele jaar volgehouden? Wie had er een goed voornemen? Oh ja, heeft het goed volgehouden? Mag ik weten wat het is? Zij had bedacht dat ze bij alle feestjes van de vrienden bij zou zijn het hele jaar. Niet zou afzeggen en dat is gelukt. Heb je een leuk jaar gehad? Ja, dat snap ik. Wat een goed voornemen. Nog iemand die een goed voornemen heeft gehad en, en dat ook echt is nagekomen? Oké, okay, wie had er wel goed voornemen? Oh, we doen gewoon niet meer goede voornemens. Nou, Bart, eh, succes zo direct. Um, maar goed, hij gaat ons dus laten vertellen dat ze morgen wel gaan lukken. We komen in ieder geval in beweging. Dames en heren, Bart Lambeau. Nou, ik kan meteen weer naar huis gaan, want het is aan jullie niet besteed, dit, uh, dit verhaal. Um, toch ga ik wel mijn verhaal doen, want ik geloof wel dat iedereen doelen heeft in zijn leven die hij wil bereiken. En ik geloof ook wel dat de meesten van jullie het wel herkennen dat het best wel heel lastig is om zo'n doel, om, om dat daadwerkelijk te gaan bereiken. En uh, nou, hier in dat vuurwerk, uh, 31 december komt eraan, dat is vaak een moment waarop we dus zoiets hebben van: oké, okay, ik ga er weer voor, ik ga het weer proberen. Um, Inderdaad, één persoon in de zaal, die is het gelukt. Als we kijken naar onderzoek hierover, dan zien we dat het dus heel vaak niet lukt. Uh, deze pie chart, die staat door het woord percentage. 90% van de goede voornemens wordt nooit waargemaakt. En ik heb ook eens naar mijn eigen goede voornemens gekeken om te kijken hoe zit het bij mij. Nou, bij mij ontstaat dan dit beeld. Uh, over het algemeen uh, zijn mijn voornemens behoorlijk ambitieus. Um, ik heb graag ook meerdere van die voornemens tegelijkertijd. En eigenlijk al met al ben ik dus een behoorlijke berg van mijn eigen ambitie aan het bouwen. tweede beeld, uh, dat is dit beeld, uh, ik ben ook behoorlijk vaag over hoe ik dan daar ga komen. Uh, eigenlijk geef ik mezelf heel weinig in handen van uh, hoe ik nou mijn gedrag moet gaan veranderen. Dus al met al sta ik een soort voor een Mount Everest in de mis en ik zie het pad omhoog niet. Dus niet zo'n handige combinatie. Nou, als we kijken hoe het nou komt dat het zo lastig is om ons gedrag te veranderen, dan zien we eigenlijk dat een heel belangrijke oorzaak in onze hersenen ligt. De hersenen gebruiken iedere dag ongeveer 20% van de energie die je hebt. En die hersenen zijn eigenlijk elke dag bezig om die energie zo, zo, zo nuttig mogelijk en zo goed mogelijk in te zetten. En dat betekent heel veel op de automatische piloot. En wilskracht kost energie. Je ziet het al bijna aan dit plaatje. Um, Eigenlijk is mijn boodschap dus dat je heel bewust moet omgaan en keuzes moet, moet maken in de beperkte hoeveelheid wilskracht die je beschikbaar hebt elke dag. En um, nou, hoe doe je dat dan? Kijk, die hersenen die zijn dus eigenlijk constant bezig om op een soort automatische piloot te gaan. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Um, je pincode intoetsen, dat gebeurt als een voorautomatische beweging. Ik weet niet hoeveel mensen hier nog weten hoeveel stoplichten je bent tegengekomen op je weg naar je werk uh, vanmorgen. De meesten van ons weten dat uh, niet meer. Maar er is ook goed nieuws. Als je uh, gedragsverandering, dat werkt eigenlijk aanstekelijk, als je op iets kleins concentreert, dan heeft het vaak al invloed op andere gebieden. Zo zien we bijvoorbeeld als iemand gaat sporten dat hij vaak ook een wat gezonder leefpatroon uh, krijgt. Of als je s'morgens je bed opmaakt, dat je dan niet de hele dag allerlei andere spullen ook om je heen gooit. Um, eigenlijk zeg ik dus van bewust omgaan met die wilskracht is ook bewust omgaan met energie. En dat betekent dus, als je niet goed uitgerust bent, dat, het, dat die wilskracht nog wat lastiger op gang komt. Dus goed uitrusten, zorgen ervoor dat je energiepeil ja, op pijl is. En nou, dit beeld herkennen jullie misschien wel. Het zijn onderzoeken waarbij een dier nieuw gedrag aangeleerd krijgt. En is er altijd sprake van een trigger, in dit geval bijvoorbeeld een lampje wat gaat branden. Uh, vervolgens een routine, dat dier moet dan op een knopje drukken of op een soort vakje pikken. En dan krijgt hij een beloning, dus dat is dan voer. En wat ik zeg is van wij zitten eigenlijk als mensen ook een groot deel van de dag in zulke soort automatische ritmes, op een soort automatische piloot. En de sleutel tot succes kan zijn om dus voor jezelf te begrijpen hoe jouw automatische piloot eruit ziet. Dus uh, wat bedoel ik daarmee? Waar is jouw startpunt? Wat is jouw trigger? Is dat op het moment dat jij bijvoorbeeld de deur straks uitgaat dat je eigenlijk bijna automatisch al een sigaret opsteekt? Of is dat als jij een beetje een verdrietige dag hebt dat die reep chocolade in één keer naar achter gaat? En de tweede vraag is: waar doe je het eigenlijk voor? Dus wat is jouw beloning? Uh, is dat een gevoel van uh, zelfvertrouwen? Is het een gevoel van erbij horen? Misschien wel een rustmomentje in je dag? Uh, en welke alternatieven kun je bedenken om ook aan datzelfde, uh, die, diezelfde beloning te komen? Eigenlijk zeg ik dus, het is ook heel belangrijk om niet het vaag te houden, maar heel concreet te zijn in hoe ziet jouw nieuwe gedrag wat je, jouw nieuwe doel ondersteunt? Uh, hoe, hoe ziet dat gedrag er heel concreet uit? Dus wat is het recept van jouw gedrag? Hoe concreet je daarover bent, hoe groter de kans dat jij jouw doel gaat bereiken. Um, nou, dit apparaatje kennen we misschien allemaal wel. Ik zal de naam niet noemen, maar het, uh, het toont eigenlijk je, uh, je energieverbruik. Um, wat we zien is dat mensen hierdoor ook hun gedrag gaan veranderen. Eigenlijk zegt dat dus meten is weten. En dat zie je ook met gedragsverandering terug. Op het moment dat jij bijvoorbeeld je iedere dag weegt, dan is de kans dat je meer afvalt groter dan als je dat één keer in de maand doet. Nou, je gaat ook hindernissen tegenkomen als je je doel wil bereiken. En daar kun je je op voorbereiden door heel goed na te denken over hoe je op die hindernissen gaat reageren. Um, en vervolgens, uh, waar hindernissen zijn, daar ga je ook vallen. En uh, de vraag is dus van wat doe jij als je valt? En dat bedoel ik heel concreet. Dus een soort noodplan maken op het moment dat ik faal, dat helpt heel erg met um, het ervoor zorgen dat je uh, dan niet zoiets hebt van: oké, okay, ik probeer het in 2017 of in 2018 wel weer. Nou, we zijn ook sociale dieren, wij mensen. En uh, dat betekent dus uh, dat je dat ook uh, ten goede kunt gebruiken. Dus uh, eigenlijk een hele simpele tip daarin is. Um, Vertel vijf mensen om je heen wat jouw doel is. Um, en vraag ze ook om hulp. Um, op die manier zul je merken dat, uh, dat jij een stuk uh, versterkt in, uh, in het bereiken van je doel. Uh, tweede manier om je omgeving te betrekken, dat is uh, door mensen op te zoeken die iets verder zijn in jouw doel dan jijzelf. Dus bijvoorbeeld een, uh, een sportclub opzoeken. Uh, of uh, wat doet die collega die uh, gestopt is met roken in de pauze? Eigenlijk zeg ik dus van neem kleine stapjes richting je doel, in plaats van de grote stap in 2017 of 2018. En dan uh, wens ik je een hele mooie wandeling.